Een hele goede morgen. Wat gaan we doen nu? Oh, we hebben te veel geluid hier. Even weg. Zo. Ja, het mag geen geheim zijn. Nu RCC, Assetto Corsa Competizione, heeft een enorme update gekregen. En daar wil ik eigenlijk nu even doorheen lopen. Ik heb gisteren natuurlijk al een stukje gestreamd met een try-out race. En daar al een nodige feedback voor mezelf uitgekregen. Ik ga door de changelog heen lopen. En ik ga even bekijken hoe dat er dan in ACC uitziet. En ik wil een stukje verder rijden in de Bathurst 12 uur. Dat is natuurlijk een lopend stuk kampioenschap. Wat nu een patch overschijn heeft gekregen. Dus ik weet niet of het nog doet. Ik weet ook niet of het effect heeft op mijn setup, op mijn race, op de AI enzovoorts. Gaan we achterkomen. Want het zou er zomaar kunnen dat ik dat seizoen gewoon even ga stoppen. Omdat het niet meer matcht, zeg maar. Om het maar zo te noemen. Als ik kijk naar de changelog, die hebben we hier voor ons. Heb ik even vanaf Steam gepakt. Je kan hem ook gewoon op het Assetto Corsa Forum vinden. Want daar wordt ook alles bijgehouden. In general, versie 1.8.0. In zijn geheel is de Unreal Engine version 4.26.2. Wat dat inhoudt is voornamelijk techniek en dat komt met name bij de graphics naar voren. Seizoen 2021 zit erin. Met alle entries, alle liveries, alle drivers als championship season. Ik weet niet of daar Manjecour bij zit als circuit wat dit jaar gebruikt is. Ik denk het niet, anders was internet helemaal gek geworden. Dus ik denk dat niet alle circuits daar nog in zitten. Ik denk wel dat die nog komt. Don't ask me why, er is niks over gezegd, maar ik verwacht dat het nog komt. Sommige van deze dingen zijn subject naar DLC ownership. Hè? Denk even aan de Ferrari Evo, nee die waren gratis. Dat is lastig hè, want nee, ik ga het even anders verwoorden. Ik vind het briljant dat dit zo uitkomt, want hier zit zoveel content in, dat je eigenlijk zou kunnen betogen, dit is gewoon betaalbare DLC. Die zou gewoon voor gerekend moeten worden. Maar dat gebeurt dus niet. Dit wordt gewoon als gratis patch uitgedeeld. Dus ik noem nu even de Ferrari Evo en de AMG Evo van vorig jaar. Ook dat waren gratis toevoegingen met het seizoen 2020. Maar goed, sommige zaken hebben dus wel met DLC ownership te maken. Een nieuwe bonus is de BMW M4 GT3. Die heeft deze... Dit jaar heeft hij al proef gedraaid, want de BMW M6 gaat vervangen worden in de internationale GT3 kampioenschappen. Een van de regels binnen GT-race is dat de auto die gebruikt wordt afgeleid moet zijn van een in productie en verkoop zijnde productieauto. De BMW M6 wordt al 2 jaar niet meer geproduceerd, dus met enige vertraging heeft men er ook gezegd die moet dus vervangen worden. En dat is dus de M4 geworden, de nieuwe M4. Het vorige model M4 rijdt in de GT4 rond. Deze M4 rijdt dus in de GT3 rond. Vanaf volgend jaar zal hij alle M6'en vervangen bij alle teams die ze afnemen. En nu zit hij al in de game. Ik ben moi op BMW. Ik heb deze auto nog niet gereden. Heel kort in ieder geval. Dus nog niet genoeg om daar een goed oordeel over te volgen. Maar er zit dus gewoon een nieuwe auto in. Compleet met graphics en livery en techniek. En alles wat erbij komt kijken aan car physics. Daarnaast nog een aantal zaken rond menu settings. Waarschijnlijk opnieuw gereset moeten worden. Video presets. En mocht je zelf wijzigingen gedaan hebben aan files. Dan zullen die files niet overschreven worden. Dus je moet ze eerst weer terugzetten of resetten of wat dan ook. Anders gaat die patch niet goed lopen. Heb ik allemaal niet gedaan. Ik vind het goed dat ze het noemen. Gaan we naar de graphics. En je ziet dat is een enorme lijst. Wat er namelijk toegevoegd is. Oh god, dit is niet handig wat ik nou doe. Kan ik hem een klein beetje dat dit precies oppast. Ja, kijk. Graphics. Nvidia heeft iets uitgebracht dat heet DLSS, Deep Learning Super Sampling. En dat kan alleen gebruikt worden als je een RTX 20 kaart series kaart hebt. Heb ik niet. Ik heb een GTX 1080 uit mijn hoofd. Dus ik kan dit niet gebruiken. De techniek hierachter moet je maar opzoeken. Dat kan je opzoeken via Google, YouTube enzovoorts. Het komt erop neer dat er een techniek is waarbij er meer power van de CPU naar de GPU gaat van de videokaart. Waardoor
de kwaliteit van de graphics niet alleen een boost krijgt, maar met name de snelheid van het presenteren. Je frames gaan omhoog. Heel bot gezegd. DLSS werkt alleen maar voor GPU's van de RTX 20 series van Nvidia. Dat zijn eigenlijk de nieuwste generatie kaarten van Nvidia. Wat er ook in zit, is eigenlijk eenzelfde soort principe van AMD, dat heet FSR. En dat wordt gesupport door alle GPU's. Dus ook als je dit niet hebt, maar kan je wel dit gebruiken. En dan moet je dus aanzetten in je settings. En dan kan je een setting bij aanpassen en dat zorgt ervoor dat je graphics dus sneller zijn. Of dat je een betere resolutie krijgt. Nou, als ik dat ga vertalen naar de game, dan ga ik naar opties en video. En dan heb ik hier even kijken. Deze is ook nieuw. Die console erbij. TIA Generation 5 voor temporal anti-aliasing upsampling. Hartstikke veel moeilijke woorden. Wat zich gewoon vertaalt naar betere graphics. Punt. Hier hebben we FSR. Die staat nu enabled. Ik heb DLSS uitgezet. Het is het een of het ander. Als ik die aanzet, gaat die uit. Dus doe deze aan. En dan hebben we een stukje over quality. En custom enzovoort. Ik zet hem op quality. Die is gewoon basic. En dat heeft dus eigenlijk gewoon te maken. Nou, er staat nog een stukje daarnaast ook. Een upscaling van resolutie. Door anti-aliasing een beetje te gaan gebruiken. En dat combineren met de snelheid van de kaart. Waardoor je kan switchen weer of naar betere kwaliteit of naar snelheid. Wat je systeem natuurlijk aan kan. Het is niet meer dan dat. Heel veel moeilijke woorden en moeilijk technisch gebrabbel voor wat het gewoon is. Of je hebt sneller beeld. Of je hebt betere kwaliteit op basis van je totale systeem. En dat is bepalend voor je CPU en voor je GPU. Hoe je dat uittest. Ik denk gewoon trial and error. Zet hem een keertje op quality, zet hem een keertje op balance, zet hem een keertje op super quality en kijk wat het resultaat is in een race met, nou laten we zeggen, 30, 35 tegenstanders. En dan zie je precies hoe en wat. Er zitten een aantal notes bij van waar het wel en niet bij werkt. Dat laat ik even wat het is. Temporal anti-aliasing Gen 5 option support. Dat is dus improved aliasing and clarity at a moderate performance cost. Met andere woorden, scherpe beeld met een relatief lage impact op performance, op snelheid. Werkt uiteraard alleen met temporal anti-aliasing mode selected. Incompatible met een ander aantal zaken. En je moet weer een aantal dingen aan voldoen, wil het ook goed gaan werken. Wat hebben we nog meer? Rendering mode settings gaan nu mee in de video settings. Met andere woorden, kijk je een video terug, dan zitten die settings ook over die video heen. Dat was voorheen dus niet. En had jij een video setting gemaakt in lage settings en je zat hem nu op hoge settings gezet, dan zal je die video nog steeds terugkijken in lage settings. Nou, dat is nu dus meegenomen. Iets over triple screens. Global lighting en exposure is overal veranderd. Dat komt weer door de Unreal Engine. Met andere woorden, de lighting en de shadowing die zijn verbeterd. Eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Tone mapper. Shaders zijn daarbij een beetje aangepast. Correlated shaders zijn aangepast. Optimized light emitters Nürburgring voor improved performance. Daar zit dus een stukje performance. Dat als het een beetje te veel licht was, dat je performance achteruit ging. Ik snap niet wat dit is. Artifacting. Nou, dat heeft te maken met misvorming in het scherm op basis van bepaalde voorwaarden. Dat is opgelost. Blurring van wiel als het draait. Betere car spray effect. Zeker als er een licht en medium wetness situatie is. Dus je hebt wat meer spray effect op de ruit. Raindrop effect is beter. Rainfall shader is beter. Headlight shadow is wat een beetje getweaked. En rotary switch animations. Dus als je een rotary switch hebt op een stuur en je zou dat gebruiken op je eigen stuur, dan zie je dat ook dat de rijder dat doet. Dat is een stukje UI. Maar wel graphics. In de gameplay. Deze is lachen. Open season. Waardoor je eigenlijk een race op kan zetten zoals je dat zelf wil. Dat kan ik laten zien. Stel, we gaan even naar open season toe. Zo, even terug. Ik doe een single race maken. En ik doe single race open series. Ik kan nou dus kiezen. Welk seizoen wil je rijden? Intercontinental, GT4, British GT of open series. Dat is eigenlijk sandbox. En in open series. En dan ga ik. Joh, wat gaan we dan doen? Dan wil ik bijvoorbeeld een quick race maken. En dan kan ik dus zeggen. Oké, ik wil
maximaal GT3. Ik wil de helft mogelijkheid GT4. Ik wil wat supercup, por supercups erbij hebben. En ik wil misschien nog wat super trofeo's er ook bij hebben. En van welke generatie? Ik wil ze allemaal. Ik wil de oude generatie. Ik wil wat nieuwere generatie. Of ik wil ze allemaal hebben. Je kan eigenlijk dus een race samenstellen. Stel dat ik ze allemaal vol zet. Zo, confirm. Ik ga niet rijden, maar ik ga eens even laten zien wat er dan gebeurt. Ik neem zelf even deze bijvoorbeeld. Nee, ik doe hem even een andere. Want, dan neem ik even deze. Dit is namelijk zo'n livery van afgelopen jaar. 2021. Dus is een livery van 2021 erbij. Van Oman Racing. En TF Sport. Als ik nou start sessie doe. Met 27 opponents. Dan zien we hier de grid en dan zie je een aantal GT3's. Hier zie ik een Porsche Supercup, zie je met zo'n groen hoekje erin. Dat zijn Porsche Supercup auto's. Hier zijn Super Trofeo auto's, dat zijn gele hoekjes. En nog een aantal blauwe hoekjes. Dat zijn namelijk GT4 auto's. Je hebt hier nu gewoon een grid met alle mogelijke soorten klassen van auto's. Niet soorten auto's, want dat valt onder je eigen klasse, maar klassen van auto's. En dit kan je natuurlijk ook online doen. Dus niet alleen offline. Dit kan je ook online doen. Dus online kan je een verschrikkelijk gave race zetten. Multiclass. 50 man in zo'n server. En iedereen rijdt voor zijn eigen klasse. En klasse weer in klasse. Want je hebt natuurlijk nog steeds professional. Hè, met de witte nummers. En de zwarte zijn pro-ams. En de rode zijn amateurs. En zilver zijn grijs. Dus je krijgt klasses in subklasses. Totale subklasse racen. Denk even aan de 24 uur van Nürburgring. Denk even aan de 24 uur van Spa. Dat is alleen GT3. Maar in even kijken, British GT is die 2 uur. Dan heb je GT3, GT4. De 24 uur van Nürburgring is eigenlijk een mooi voorbeeld. Eigenlijk kan je daar alle soorten auto's in inschrijven. En die rijden in hun eigen subklasses. Tof. Ik vind het gewoon tof. Want het betekent dat je een maximale spreiding kan krijgen. En dat de races ook moeilijker worden. Want je krijgt hier natuurlijk ook een scheiding van soorten auto's in. En die auto's hebben gewoon een verschillend snelheidspatroon. GT3 is de top. Maar vlak Super Trofeo niet uit. Want Super Trofeo's zijn niet gehomologiseerd. Er zit dus meer pk in. Maar minder aero. Waar alle GT3's ongeveer rond de een torque en een pH pijzen van ongeveer 500 pk. Een Super Trofeo auto heeft 650 pk. 630, 650 pk. Maar heeft niet de downforce opties van een GT3. Lange straights, top, bochten, minder. Porsche Supercup, zelfde verhaal een beetje. En GT4 is GT4. Eigenlijk gewoon een opstartserie. Mindere teams, mindere enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kan erover uitweiden. Ik vind het super gaaf dat men dit doet. Omdat je nu echt kan combineren. Niet alleen offline, maar ook online. Ga ik zeker een paar keer doen. Binnenkort ga ik ze ook streamen. Dat is even wat ik liet zien nu. Zo, gaan we weer even terug. Wat hebben we nog meer? Opponent grid mixing to custom race weekend and quick in the open season. Used grid mix. Ja, dat is dus dat. Preferred generation. Dat is ook dat. Open series championship mode with grid. Group cars and track lineup customization. Heb ik nog niet naar gekeken. Nadeel is natuurlijk. Ik kan maar één championship runnen. Dus op het moment dat ik mijn huidige championship international intercontinental zou stoppen. Dan pas kan ik dat doen. Maar ik kan niet kijken wat het nu is. Want dan overschrijf ik meteen mijn betlopende championship. Daarom ga ik even kijken wat de impact is van deze patch. Want als de impact negatief is of vind ik niet leuk. Of ik wil gewoon dit proberen. Ga ik gewoon in mijn kampioenschap stoppen. Ga ik eens even opnieuw kijken. Want ik vind het wel tof. Dat je een kampioenschap kan starten. Niet alleen een quick race. Maar ook echt een kampioenschap kan starten. Dat is wat hier staat. Met meerdere subklassen erin. Nou, daar moet natuurlijk wel het nodig over gedaan worden. Over welke drivers worden erin gezet. Als je dat custom generate, wil je niet allemaal de topdrivers erin hebben. Je wil dat daar een balans in zit. Dus dat hebben ze daar allemaal in gezet. It is recommended to restart ongoing championships. Continue pre-18 saves might not feel bring full functionality. Ik denk dus dat ik mijn kampioenschap moet stoppen. Ik ga nog wel even kijken zo. Maar ik denk dat dit dwingt om mijn kampioenschap te stoppen. Een bugje wat er was is entry duplication. Ik heb dat eerder gehad in mijn kampioenschap van 2020 dat ik reed met de Bentley. Dat ik ineens dezelfde auto zag staan. Of dat ik twee keer dezelfde rijder zag rijden in twee verschillende auto's. Dezelfde naam.
Dus daar is wat in gedaan. Dat was 2020, niet zo 2019, ze speelde het ook. Ik weet niet hoe dat 2020 opgepakt is. Of dat is een, nee, is een eerdere, dat is een eerdere hotfix geweest. Dat is een eerdere hotfix geweest. Dat was 1.7.14 uit mijn hoofd. Fixed potential rule inconsistencies between official sprint and endurance game modes when played via single player and championship. Met andere woorden, de regels worden gelijk getrokken, zoals die in de echte wereld zijn. This also fixes inconsistent auto selection behavior of the MFD in these decisions depending on game mode. Geen idee wat dat betekent. Oh, dit is een volgende. Tweaked AI logic for strategic decisions reacting to weather changes. Dit is een belangrijke. Want hoe vaak heb ik niet een, met name een langere race gezien waarin het een kwartiertje gaat regenen. Lichtjes. Dan gaat de AI massaal de pits in. Gaan ze bandje wisselen naar wet weathers. Komen ze naar buiten. Een kwartiertje wordt het droog. Gaan ze massaal de pits in. Gaan ze weer droog weer banden halen. En 10 minuten later komt de reguliere stop. Om de driver te wisselen. Met andere woorden, ze doen in een uur doen ze 3 stops. Alleen maar omdat het een kwartiertje zachtjes gaat regenen. Dat zou niet meer voor mogen komen. Er zitten nog wat andere weatherzaken in, maar dat staat onder een ander dingetje, denk ik. Fix the potential issue with AI pitstop status when loading a saved game, causing cars to do not finish. Dit had ik in de Spa 24 uur. Wie dat een beetje gezien heeft, ze staan nog op Twitch, terug te kijken. De helft van de auto's zijn gecrashed, zijn een do not finish gekregen, omdat ze bij het opladen van de saved game op dat moment in de pitstraat stonden en... Nou, dat crashte uit. Waardoor de helft van die auto's gewoon crisscross door die pitlane stonden. Dat gaf mij performance issues. Maar voornamelijk, weet je, van belang. Je race wordt er minder door. En dit is dus ook gebeurd in mijn race met mijn nummer 1. Die een ronde of 2 ronden zelfs voor mij lag. Waar ik tegen het racen was. En die viel uit. Waardoor ik de race gewonnen heb. Dus het trekt de spanning er natuurlijk ook uit. Nou was dat een race met 50 auto's. 26 waren er uitgevallen. Dus meer dan de helft is uitgevallen door deze bug. Dat is nu dus weg. Daar ben ik heel blij mee. Improved AI genome at Batters, Barcelona, Laguna en Kyalami to reduce the chance of unforced driving errors. AI beter. Punt. Improved weather model, randomness and NP now affects the variation and frequency of weather cycles. Higher variability will now produce larger variation and less predictability in the length of individual weather cycles. High variability may produce both fast changes or prolonged weather spells. Low variability will produce more even weather cycles akin to the pre-update model. Met andere woorden, als er nu regen wordt verwacht en je hebt een hoge variabiliteit daarin staan, in het weermodel, dan kan het zomaar even kort hozen. Of het kan langer, medium hozen. Of begint met een stortbui om vervolgens langzaam uit te pieteren. Dus je krijgt veel meer variatie in wat je normaal in regen ziet. Hè? Ik kom uit Nederland. In Nederland weten we er alles van. Het kan hier heel vaak regenen. Met name in de herfst en in de lente. Maar dat kan beginnen met een half uur druilerigheid. Een hele lichte, mieze regen om vervolgens even door te gaan. Of er komt een koufront binnen, dat gaat meteen hard regenen. En daarna gaat er wat harder waaien, draait de wind en dan drizzelt het langzaam uit. Ik ben piloot, je hoort het misschien. Ik heb ook verstand van weer, van meteorologie. Dat dit erin zit vind ik heel gaaf. Want dat betekent dat je dus ook, al zie je een weersverwachting met regen, dan nog zit daar een stukje onvoorspelbaarheid in. Je kan een voorspelling krijgen dus van lichte regen. Maar die ligt van een kwartier of een half uur. Maar voorafgaand aan die lichte regen kan je een stortbui krijgen van 3 minuten. Het kan. Het hoeft niet. Het kan. En dat betekent dat je een stukje realisme inbrengt in hoe het weer zich laat voorspellen. Niet namelijk. Weten we ook allemaal. Revised skew track limit definitions for Alton Track. Alton Park that prevented correct gain calculation. Dit heeft te maken met track limits. Correct gain calculation, weet ik niet wat dat betekent. Pit speeding threshold, there were too permissive both on pit entry en pit exit. Dit betekent dus eigenlijk, je moet echt wel uit gaan kijken. Nu met pit entry en pit exit, als je niet je auto pit limit eraan hebt staan. Dus je kon nog wel eens met 70 binnenkomen in de eerste versnelling. Dan ging meteen je pit limit er automatisch erop en reed je nog 50.
Nou, waarschijnlijk zul je dus nu gewoon met 50 of 52 maximaal naar binnen moeten komen. Dat zul je even merken. En als je je pitlimiter niet automatisch hebt staan, niet aan hebt staan, je houdt automatisch je snelheid vast, dan is 50 ook echt 50. 50 is niet 51. Dat is wat ik hierin lees. Strakker gezet. Fixed and invalid lap being eligible for personal and sessions fast, purple lap and race sessions. Also multiplayer. Met andere woorden, een invalid lap kan nooit meer tellen als snelste ronde van de race. Krijg je niet als zodanig door. Overall, the track limit warm is on wet track with its own dynamic game-based reference system. Dit vind ik een interessante. Dit zegt dus, track limits worden minder streng als het weer slechter wordt. Ik refereer weer even terug naar mijn Spa 24 uur. Waar ik, nou, ik denk wel de helft van de rondes, en dat zijn echt 450 rondes geweest zo die gereden hebben in 24 uur. Een tracklimit kreeg, omdat ik bijvoorbeeld in Blanchimont te wijd ging. Of bij Stavelo, die heet geen Stavelo meer, die heeft Paul Frère tegenwoordig, maar goed, voor mij Stavelo. Waar je dus net even te ver over de curbstone gaat, krijg je meteen een tracklimit warning. En als je daar snelheid op wint, dan krijg je ook nog eens een keertje een officiële warning. En na drie warnings is je final warning, en vierde warning is een drive-through. Heb ik ook gezien dus in Paul Ricard. Daar was het droog. Dus dat was mijn eigen schuld, zeg maar. Was wel streng, maar vooruit. Als het nat is, gaan er dus andere wetten gelden. Vind ik belangrijk om te weten. Added measures against irregular driving before the green light in hot lap en hot stint going modes. Dit is gewoon tegenhouden dat je ergens winst uithaalt in snelheid. Fixed an issue with the Ferrari 488, both versions that resulted in inconsistency in pitstop position versus other cars. Nou, weet ik niks van. Waarschijnlijk stond deze auto raar ten opzichte van andere bij pitten. Revised replay tire rotation matrix calculation to avoid misalignment between tires and rim. Met andere woorden, in de replays waren af en toe stonden de banden gek. Dat is dus weggehaald. Proven is backwards compatible, where newly saved replays should occupy less disk space than before. Dat is ook nog een leuke. Dan krijg je dus gewoon een beetje message, of een beetje space storage saving. Dan de UI. Season selector. Hebben we eigenlijk al gezien. 2021 seizoen. Open series in single player. Revised car selection page, added filtering per series list. Is het zo? Dat is zien dan. Of ze bedoelen wat anders. Want dit is gewoon alles. Ja. Ik weet niet wat ze hierin bedoelen. Oh, wacht even. Ik zie het wel. Ja. Het staat op alfabetische volgorde. Dit zijn de GT3's. Nou komen de GT4's. En dan komen de andere klassen. De Porsche Cup en de Huracan ST. Super Trofeo. Deze stond bij de Lamborghini. Deze Porsche stond bij de andere Porsches. GT4 was wel apart. Maar nu zijn deze dus ook apart getrokken. Dat bedoelen ze. Dus daarmee heb je een scheiding tussen alles wat GT3 is. Alles wat GT4 is. Alles wat Cup is. En alles wat Porsche Cup is. Sorry. En Super Trofeo. En dat zie je dan ook meer met dat gekleurde hoekje. Wat je ook in de driving list ziet als je aan het rijden bent. Cool. Oké. Okay. Cinema HUD interface integration with DOF. Of field controls, weet ik niet. Interface dus veranderd van cinema, van replays. Is dat zo? Eens kijken. Gallery. Nou, laat ik deze eens kijken. Er is gisteren even een van de tests geweest van Misano. Wat is hier anders dan? Dit is een GT4. Change camera. Nou, ik zie het niet in één keer terug. Results. HUD.
Nou, ik weet niet precies wat je. Ik denk dat het ook een beetje de hoek is. Want ik zie wel dat deze hoek was altijd groter. Stond meer van bovenaf, zeg maar. Nu kijk je wat meer van onderaf, alsof de camera echt op het circuit staat. En voor de rest zie je wel heel duidelijk als je naar de wielen kijkt. Nee, kan ik zo niet doen. Nee, moet ik zo doen. Je ziet heel duidelijk ook die wielen, dat het allemaal beweegt binnen de behuizing, binnen de wielkasten. Beweging met de weg, shadowing, dat zit allemaal wat beter in elkaar. Ik merk wel dat dat wat beter in elkaar zit. Ook wat ik al had met de grill, dat er wel eens af en toe moet ik eigenlijk naar een andere kijken. Moet ik even de Bentley pakken. Dat is die tesseling bij de graphics die je eerder zag. Tessellation of tessellation, weet ik wat dat ding heette. Nou, laat ik deze even pakken. Volgens mij heeft dat te maken met de grill die af en toe een beetje een soort van vertekend beeld gaf. Zo. Nou, doe even gewoon midden in de race. Kijk dit. Dit zie je nog steeds. Je ziet die beelden, dat zie je nog steeds gaan. Let op die grill onderin, onder M-Sport. Je ziet dat dit een beetje warrig doet, een beetje vaag doet. Verder is hier ook de diepte. Zie je wat? Je ziet dat er wat. Ik zie dat het wat anders is dan wat het was. Laat ik het dan zo zeggen. Een beetje vaagheid. Dus de field of depth, zal ik maar zeggen. De brandpuntsafstand. Hoe kan je het noemen? Oké. Nou dat. Ik denk dat dat daarmee bedoeld wordt. Cinema HUD now toggles off when switching to a non-free or F7 camera. Cinema now hides automatically entering garage space or action replay. Geloof ik al wel. Call it session labels en replay. Ja, we hebben gezien in de UI. Constrain the aspect ratio of TV cameras and wider triple screen rendering. Ja, nou dat is een setting. Fastest time, die heb ik al gezien gisteren. Dat je nu een paarse tijd krijgt te zien wie de snelste tijd heeft gezet. Dit is een potentieel belangrijk. Ik heb hem nog niet gezien. Updated MFD pit strategy. Auto selection logic. Instead of automatic strategy increment after each pit stop, the strategy selection now does not change automatically, but rather auto selects the next clean tire set on the last active strategy. This is a big one. Want dit betekent, denk ik, dat je dus niet per pitstop steeds je bandenspanning en dergelijke hoeft te doen en de precieze bandenset hoeft te kiezen. Ik denk dat hiermee dus een van mijn grootste ergernissen, maar ik moet hem nog testen. Een van mijn grootste ergernissen is tijdens het racen bandenset kiezen. Dan heb ik dat van tevoren ingesteld. Maar dat ik per bandenset, omdat het langer, omdat het warmer wordt of koeler wordt, dat ik die drukken aan moet passen. En die passen aan op basis van de hoofdsetting die je in je pitstop hebt gedaan. Die passen niet aan op basis van je vorige pitstop. Dus ik verwacht dat hiermee een stuk manuele setting weg wordt gehaald die je moet doen om je banden op goede spanning te krijgen. Add a pitstop indicator and session fastest lap on the leaderboard HUD overlay. Nou, simpelweg pitstop. Een indicator. Find a step increment for certain video settings. Geloof ik. Escape back restores UI opacity when you. Er zat zo'n bugje in. Als je naar de showroom ging van een auto en je ging weer terug, dan ging het dus iets niet goed in de graphics. Hetzelfde van deze. Statistics page, added option to clear personal best lap times for a given track and combination. Combination is permanent and cannot be undone. Dus als ik naar driver ga, ik ga naar stats en ik pak hier een circuit, dan kan ik dus hier een kruisje klikken. Als ik het kruisje klik, is het weg. Dan is de tijd die ik er ooit mee gereden heb, is dus ook weg. Kan ze een nut hebben? Laten we wel wezen. Door wat ik nog zo getuige zeggen over bandenmodellen. Zijn alle auto's wat langzamer geworden? De laptimes gaan omlaag. Dat is wat ik gisteren ook uitgevonden heb in de races. En dat is wat ik van iedereen hoor. Door het nieuwe bandenmodel wat geïntroduceerd is. Dat is een stuk realistischer. Maar zullen je rondetijden dalen? Dat betekent dat een tijd van 2.21 op Spa-Francorchamps met de Bentley wellicht niet meer haalbaar is.
Moet je hem dan weghalen? Ja of nee, is een persoonlijke keuze. Het feit is dat het kan. Oké. Okay. Physics. En hier zit heel veel in. Je ziet, het is echt een joekel van een lijst. In zijn algemeenheid. De physics engine is geoptimaliseerd door die hogere real dinges. Dus er zit wat meer frequency in. Optimized multithreading. Technisch verhaal. Daardoor heb je een betere single player performance met een higher number of AI. En fewer spikes due to overloading single cores on heavy calculations. Zoals simultaneous collisions. Weten we nog, in die pitlane pile-up shit, die verderop gesproken bovenin, die ik op Spa had. Allemaal auto's die in de pitstraat stonden gecrashed vanwege 7 loden. Die stonden in elkaar, die auto's. Dus heb je een collision. Je komt langs rijden en je CPU cycle flikkert naar beneden. Was de melding. Het was niet de CPU cycle. Maar CPU zaten op 50, maximaal 60% aan load. Wat het was, dat de game dus gewoon het niet meer kon hacken. Er stonden te veel auto's tegen elkaar aan in die pitlane. En zolang je daar langs kon, kreeg je dus gedoe. Dat is dus weg. Belangrijk. Niet alleen de oorzaak is weg, maar ook de optimized multithreading komt ook niet meer voor. 400 Hz physics refresh rate. Belangrijk. Voorheen was het 333. Dit zegt eigenlijk 333 keer per minuut worden physics berekend door de game. Als je rijdt, als je over hobbels rijdt, als je een bocht maakt, als je gaat overhangen, als je over een curbstone rijdt. Al die verversing van wat je aan het doen bent, was 333 keer per seconde. Nu is het 400 keer per seconde. Je krijgt dus performance hit. Logisch. Die wordt ondergraven door dit. Geoptimaliseerd multithreading. En daardoor krijg je nog beter weggedrag. En weggedrag in Assetto Corsa Competizione is al belachelijk goed. Dus dit is een grote. Is echt een grote. Improved force feedback. Heb ik al gemerkt. Improved tire flex. Improved camber simulation. Dus je banden staan normaal zo. Hè? Dus dit zijn mijn banden. Camber betekent dat je ze schuin zet. Voor een bocht. Als je een bocht hebt, een kombocht hebt. Of zo zet. Dat is een out camber. Improved outside, mid en inside tire heating relative to camber. Als je zo je banden gaat zetten. Dan gaat de binnenrand van je band. Gaat meer stress pakken. Gaat dus heter worden. Dus je kan wel meer grip pakken door zo te staan. Omdat je daarmee grip krijgt in een bocht. Hè, dan staat je band staat meer recht op het haaks op het asfalt. Ten opzichte van de hoek die je auto maakt. Nadeel is dat die kant van die band dus gaat overhitten. Zelf natuurlijk voor outside mid relative to camber. Sorry. Mid inside tire wear relative to camber. Tire heating tire wear. Oké. Okay. Dat zijn twee verschillende dingen. Dit is over de warmte. En als het warmer wordt. Zal je dus ook meer slijtage krijgen. Dat betekent dat je je banden onevenredig kan gaan verslijten. Het is belangrijk voor setups. Want dat betekent dus dat een setup heel snel kan zijn voor een kwalificatie. Omdat je dan best even wat meer druk kan zetten. En dus wat meer stress kan zetten op een bepaald deel van een band. Omdat er meer rechte bochten zijn dan linker bochten in een circuit. Of dat er een kombocht in zit. Noem maar wat. Maar over een hele race wil je dat niet. Dan sloop je je band. Is het een sprintrace, oké, half uurtje tot een pitstop. Maar is het een endurance race, waarbij je elk uur een pitstop moet maken, 1 uur en 5 minuten, dan ga je het dus niet redden. Dan sloop je je banden voordat je uur om is. En al dat wat je doet, heeft effect op de grip van je banden. Dit heb ik gisteren al gemerkt. Je kan dus zomaar toch even een glij krijgen. Je kan toch even een hobbel krijgen waardoor die camber iets eenmaal zodat je wat minder vast op de weg ligt. Dat betekent dat je meer gripverlies hebt. Dat betekent dat je ook dat je veel meer het idee hebt dat die auto reageert zoals een auto in het echt doet. Als je in het echt iets te ver hard rijdt, iets te hard rijdt, wat dan ook, dat je auto je veiligheidssysteem ingrijpt, maar ook dat je dus voelt. Via je force feedback. Het komt allemaal met elkaar terug. Improve force feedback. Die 400 Hz physics refresh. Het betekent dat het gevoel van de auto nog beter is. En dat je daarmee nog meer het idee hebt dat je echt een auto aan het berijden bent. Ook al zit je in een sim. Immersion dus. Erg belangrijk. En dit totaal, ik vind het brul fucking jant. Echt waar. Improve surface flash temperature tire simulation. Wider range of heat generation.
Met andere woorden, ga je gekke dingen doen, dan gaat je band op dat plant, en ook vanwege je camber of wat dan ook, overhitten. Je krijgt veel meer hitte in je band. En als je band dus weer de hoogte ingaat qua temperatuur, gaat je druk ook in de hoogte, dan gaat hij weer een beetje bol staan, word je overinflated, krijg je minder druk enzovoort. Met andere woorden, hoe agressiever je rijdt, hoe meer hitte je nu en dus hoe meer druk je in je band krijgt. Hoe minder agressief je rijdt, des te minder gaat het erin. Het werkt twee kanten op. Het is dynamisch. Dat betekent dat je dus veel meer naar je setup moet kijken, maar ook veel meer naar je rijgedrag moet kijken. Om je auto goed te houden. Om je grip goed te houden. Je kan best even rammen, even stampen, even douwen. Maar je kan niet meer een uur lang keihard douwen, want het sloopt je banden. Dit is zo belangrijk, want je hebt het in racen tegenwoordig heel vaak. Met name in Formule 1, daar zie je dat heel erg. Managing the tires. Managing the tires wordt hiermee gewoon heel belangrijk voor langere races. En voor online natuurlijk ook, weet je. Dat betekent dat de mensen die nagenoeg onpakbaar waren, omdat ze een manier hebben gevonden om met hun auto zo agressief te rijden, dat ze daar gewoon maximaal tijd op binnen, dat ze dat niet meer vol kunnen houden over een uur. Simpelweg omdat die auto gewoon die banden opvreet. Denk ik. Ik denk dat dit het effect gaat zijn. Dat gaan we natuurlijk nog merken de komende tijd. Er zal vast nog wel wat hotfixes overeenkomen. Maar dit vind ik ook zo belangrijk, omdat hier veel meer strategie in komt in racen, in plaats van gewoon zo hard mogelijk gaan als je kan. Nou, datzelfde komt door in extreme situaties. Je maakt een donut, je maakt een burn-out. Je gaat je slippen, ga je zijwaarts slippen. Die band die draait niet, die slijt maximaal zijwaarts over dat oppervlak heen. Vergeet het, je hebt gewoon een flatspot gereden. Die band is waarschijnlijk voor een deel naar zijn grootje. Zoals je dat tegenwoordig ook weer in Formule 1, weet je, daar is het meest extreme, ziet. Na een slip is die band gewoon klaar. Er zit een hobbeltje in, je krijgt vibratie, je krijgt minder grip. Waardoor die auto gewoon niet meer zo snel is als dat die zou kunnen zijn in combinatie met de rijder die erin rijdt. Heat generation relative to tire pressure. Logisch. Ook dat is nu gesimuleerd. Als je band zachter is, dan raakt hij een beetje ingezakt. Dan krijg je dus de wang van de band, die gaat een beetje zo staan. Dan heb je een groter oppervlak, maar die band die gaat een beetje dit doen. Die gaat een beetje wallowy worden. En daardoor krijg je meer hitte in die band. Met andere woorden, een zachtere band genereert meer warmte. Een harder opgepompte band geeft minder warmte. Ook hier is dus de setup gaat echt wel een dingetje zijn. Waarbij het voorheen, ik denk althans, voorheen heel makkelijk was om een bepaalde temperatuur aan te houden, een bepaalde druk aan te houden met je rijstijl. Nu zal je dus veel meer mee gaan spelen. En de ideale druk van 27,5 afstellen, dat kan doorgaans, dat kon doorgaans. Nu verwacht ik dat die 27,5 ergens per race, per rondje tussen de 27,2 en de 27,7 hangt op basis van hoe je rijdt door bochten. Of misschien wel 27,0 versus 28. Die dynamiek wordt groter. Hetzelfde gaat natuurlijk voor core temperature retaining. Tire dissipates heat significantly slower now. No need to wait right until the last moment to go to grid. Dit heeft te maken met temperatuur vasthouden. Dus als een band heet is, koelt hij niet zo makkelijk meer af. Als een band koel is, warmt hij niet zo makkelijk meer op. GT3-auto mogen starten met bandenwarmers. Nou, dan zag je al, als je ging starten 30 seconden voor het begin van de race, stond je bandenwarmers, volgens mij 30 seconden stil te staan. En je ziet die band gewoon blauw worden. Temperatuur gaat omlaag, druk gaat omlaag. Dat is dus veel minder nu. In 30 seconden zou je dat niet zien. Is dus verbeterd. Completely revised and improved combined grip simulation. Completely revised and improved tire vibrations at high speed, high slip angles. Zet je banden, stuur te rigoureus in. Zet je banden te dwars en ze gaan slippen en je krijgt een stuurvibratie. Het gaat sturen, het gaat trillen. Je krijgt dus weer veel meer terug via je stuur, via die eerder genoemde force feedback. Improve slip angle and ratio simulation relative to cold and overheating tires. Als je stuurt, dan zal je altijd een beetje over
slip angle willen hebben, zodat je je achterkant een iets grotere slip angle heeft ten opzichte van de stand van je wielen, om sneller op bocht te komen. Dat geeft trilling, want die band die wil rechtuit, maar je dwingt hem nu om schuin over het oppervlak te rollen. En dat geeft trilling, dat geeft in feite een slip. Improve slip angle ratio simulation relative to cold and overheating tires. Ook dat natuurlijk, want als je dat slip angle verhaal wat ik net uitleg doet, en je doet dat op relatieve koude of relatief warme banden, heeft dat ook effect op je grip. Een koude band heeft minder grip, een te hete band heeft minder grip. Dus ook hier zie je weer dat het hele physics en bandenmodel en sturen, force feedback en 400 hertz, dat het verschrikkelijk veel uitmaakt in hoe je auto voelt. Het geeft veel meer realiteit in zich. Het zijn allemaal kleine dingetjes, hè. Maar zoals ik zei gisteren in die oefenrace die ik heb gereden, zo offline en online, merk ik gewoon dat ik meer informatie krijg over mijn stuur. En daardoor ga je anders sturen. Onbewust merk je, hey, ik slip een beetje, ik moet een beetje minder hard door die bocht heen. Hey, ik slip een beetje minder, of ik krijg trilling over mijn stuur, ik moet minder hard insturen. Dus moet ik de volgende keer iets eerder in gaan sturen. Moet ik iets langzamer die bocht in. Kan ik iets eerder die bocht uit gaan rijden, want ik krijg die trilling minder. De feedback is bizar goed. En kies je ervoor om die feedback te negeren, dan zul je je banden op gaan vreten. En ga je dus later in de race problemen krijgen van het eerder in de race te agressief rijden. Fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Nou, dat zit nog eens een keertje in de rubber. Zelfs dat hebben ze gedaan. Improved dynamic tire characteristic in various temperature conditions. Dit betekent gewoon, weet je, in een hete race, hete baan. Het is Barcelona in de zomer, de track temperature is 45 graden. Of Nuremberg in de herfst, de track temperature is 9 graden. Heeft enorm veel meer verschil nu met zich mee. Je kon voor 1.8 in verschillende omstandigheden heel heet, heel koel, nagenoeg dezelfde tijden neerzetten. Dat gaat dus niet meer gebeuren. Daar zit een grote verschil in nu. Nieuwe rubber bumpstop damping simulation. Dat heeft te maken met de vering. En die values zijn dus ook voor all cars erin gezet. Ook dit gaat dus invloed hebben op setups. Setups die je zelf maakt, setups die je gekocht hebt bij Coach Dave Academy bijvoorbeeld. Ik verwacht dat er een volledige nieuwe range aan setups gaat komen. Of dat je je huidige setups moet aanpassen om weer in de buurt te komen van de vorige snelheden die je op zo'n track kon rijden met die setup op die auto. Engine throttle simulation is iets veranderd, launch control is iets veranderd, rev limiter behavior is iets veranderd. Er zit een soft limiter op some cars. Heb ik nog niks van gemerkt trouwens. Dus ik weet ook niet wat dat doet. Zien we vanzelf. Traction control simulation is verbeterd. Improved brake ducts heating influence simulation. Deze moet je even goed in de gaten houden. Want in combinatie met de bandentemperaturen, de temperatuur van de remschijven bepaalt voor een groot deel de temperatuur van de binnenkant van het wiel. En daarmee op een gegeven moment de temperatuur van de band. De core temperature van de band. Je gaat nu meer brake ducts nodig hebben. Geef wat meer downforce. Geef wat meer drag. Je zet een opening voor lucht naar de remmen toe. Zet je groter. Dus je krijgt meer drag. Dus minder straight line speed. Minder acceleratie. En doe je dat niet. Dan gaan die banden gaan sneller overhitten. In combinatie met alles wat we net genoemd hebben. Improve rain tire behavior. En dat is niet per se makkelijker. Geen idee. Ik heb nog geen nat weer gereden. Maar het... dit klinkt interessant. Ik kan het wel zo zeggen. Improved simulation of brake efficiency and power. Remmen zijn sterker gemaakt. Improved track grip simulation on and off the racing line. Dit is een mooie. Want dat betekent dat je dus beter van de racelijn af kan racen. Er zijn best wel wat circuits met bochten waar je een specifieke lijn moet rijden. Anders haal je de bocht gewoon niet. Denk even aan de voorlaatste bocht van Laguna Seca. Als je uit de course crew komt, dan ga je naar beneden en naar links en dan naar rechts. Nou, die twee bochten moet je eigenlijk een soort van perfect pakken. Anders ga je eruit, omdat die bochten ook camber hebben in zichzelf. Improved ambient versus track temperature delta. Een verbetering tussen
de luchttemperatuur en de tracktemperatuur. En dat is natuurlijk ook wel logisch, hè? Als het echt heet is, is het echt heet. Maar ik denk dat hierin wordt bedoeld, je krijgt dus een groter verschil tussen luchttemperatuur en tracktemperatuur. Iedereen die wel eens in een heet land is geweest, weet dat als het buiten 40 graden is, dat het asfalt gewoon niet aan te raken is. Of buiten 30 graden is zelfs. Dan kan het asfalt gewoon 50 graden zijn. Doet het gewoon pijn, zit boven de pijngrens van 42 graden. Wat je in ACC ziet wel is, als het buiten 30 graden is, is het track 32 of 33 graden. Dus ik denk dat het verschil groter is geworden. Realistischer is geworden. Tegelijkertijd als het koud is, zal het nagenoeg bij elkaar liggen. Dan gaat het wegdek, in combinatie met vocht en koelte, gaat het wegdek gewoon de temperatuur van de lucht overnemen. Dus dan zal je zien dat het 9 om 9 is. Added a condition that simulates mist and dew during the night in certain temperatures. Dit is lachen. Dauwpunt. Voor de meteorologen onder ons, als de dauwpunttemperatuur onder de heersende temperatuur ligt, gaat vocht condenseren en krijg je mist. En dat vocht condenseert om kernen in de lucht. Nou, denk even aan rook, denk even aan vuurwerk op een vochtige nacht. Bij oud en nieuw stond heel het land potdicht van de mist. Je kan nu dus gewoon mist gaan krijgen s'nachts. Hoe gaaf is dat? Super gaaf. Improved certain track condition simulation including the speed of puddle formation. Geen idee wat hier staat. Ik weet het echt niet. Fixed Lamborghini Huracan en Huracan Evo Front Steer Rod Geometry. Dit heeft te maken nog steeds met physics. Ja, dus niet met hoe het visueel gerepresenteerd wordt. Met andere woorden, de voorkant gedrag van de Huracans is verbeterd. Niet van de Super Trofeo zie ik, alleen van de GT3 en de GT3 Evo. Fixed Excessive Rear Bump Steer on the Nissan GT3, GTR. Fixed Excessive Rear Bump Steer on the Lexus. Dat heeft te maken dus met de achterkant ophanging van de Nissan GT3 R. Ik zie alleen deze, niet de R2. Nismo en van de Lexus. Issue with Setup Boundaries, ik weet niet wat dat is. Daar was kennelijk iets mee. Added dedicated 2021 GT World Challenge Europe Season Balance of Power for Participant Tracks. Met andere woorden, we krijgen een 2021 BOP. En die is toegevoegd aan een aantal andere zaken. Ook bij 2021. Wanneer een British GT Exclusive Track is played through the 2021 Season or Open Series. Met andere woorden, neem even Snetterton. Snetterton is een British GT track. Maar je kan in een quick race of een open race die je opzet, kan je Snetterton dus gaan racen met de 2021 BOP. Sounds crazy. Eens even kijken of ik dat uit kan leggen. Ik ga naar Open Series. Zo, Open Series. En ik zeg, ik doe 2021, dat ga ik doen, zo. En ik zeg 2021, kijk, Alton Park in dit geval, confirm. Dat betekent dat ik nu met de 2021 BOP ga rijden op Snetterton, of Alton hebben gekozen. Dat betekent dat die 2021 BOP ook van toepassing moet zijn op die track, ook al komt die track uit het British GT kampioenschap van 2019. Beetje vaag, maar dat heeft gewoon te maken met die BOP-stellingen die gemaakt worden tussen auto's per seizoen. Elk seizoen komen er nieuwe auto's bij, die auto's werden met elkaar vergeleken. En vervolgens wordt gezegd, die krijgt een mindere splitter, die krijgt iets meer output, die wordt zijn motor een beetje toegeschroefd. Die krijgt zijn vleugel een beetje gemaximaliseerd of geminimaliseerd, zodat die auto's over een ronde ongeveer allemaal even snel zijn. Dat is het verhaal, wat homologalisatie betekent. Dat is Balance of Power, BOP. Updated het Intercontinental GT Championship BOP to use the latest DHE tires when extruding. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook hier. The original and with porosman tires, the original D-specs were raised. Oké. Dus zou je inderdaad wat ik net deed doen. Je kiest 2021, maar je kiest een circuit dat uit deze DLC's komt. Dan wordt die 2021 gepakt. Maar ga je een originele race daar rijden. Dus ik ga Intercontinental kampioenschap rijden of ik ga een Britse GT kampioenschap rijden. Dan wordt de originele 2019 BOP met corresponding types of tires meegenomen. Met andere woorden, deze is grappig hè. Je kan je setups dus wel generiek maken. Maar je auto zal dus anders gaan performen
op basis van het jaar dat je selecteert waarin je raced. Dat is wat hier staat. Dus als ik in 2019 in een British GT ga rijden, in een GT3 of een GT4 Aston Martin, dan zal die auto een andere performance curve hebben en dus een andere rondetijd rijden dan wanneer je in open seizoen in 2021 daar gaat rijden. Dit zijn alle physics updates en dit is echt major. Dit is echt major. Dit doet verschrikkelijk veel met hoe deze sim reageert en jouw feedback geeft. Ja, vind ik leuk. Ha. Oh, ik al gedaan. Oké. hoe deze sim, driving sim, jouw feedback geeft op hoe je rijdt. Dat. Ik vind het briljant. Ik vind het echt briljant. Controls. Updated wheel manufacturers SDK's. Met andere woorden, betere ondersteuning voor stuurfabrikanten. SF1000 Thrustmaster heeft display support. Kennelijk zit er een displaytje op je stuur. Heb ik niet. Ik heb een Logitech G923. Daar komt dus een display dingetje op te staan. Dat is dus support gekregen. Add a damper option on the force feedback session. Controls how much damping is allowed through the wheel driver's DI damping setting. Dat is eigenlijk gewoon hoe sterk je je force feedback neerzet. And increased force feedback frequency steps to correspond with the global physics frequency change. Ook van belang. Als ik nu ga kijken naar options, controls. Dan zie je hier frequency 400. Daarmee zeggen we dus, de feedback van de sim naar het stuur is 400 hertz. En die is gelijk, als we nog terugdenken aan de physics update, gelijk aan het aantal cycles waarmee de physics wordt refreshed door het systeem. Je hebt dus geen, want het was 333, 133 zelfs. Ja. En dat is een belangrijke, want de vorige was 333. Als we nog weten, van physics. En de frequentie van het stuur was 133. Met andere woorden, je kreeg voorheen, was de situatie, dat de wagen en hoe die zich gedroeg 333 keer per seconde werd ververst, maar dat die maar 133 keer teruggegeven werden naar het stuur. Nu wordt in de game het gedrag van de wagen gesimuleerd 400 keer per seconde en het wordt een gelijk aantal keer teruggegeven aan het stuur. Betere force feedback in zijn algemeen, beter gedrag van de auto, betere aanvoelbaarheid van de auto, een betere immersion, een betere verdieping in hoe wij racen, hoe je alles terugkrijgt. Dit is zo belangrijk voor een sim. Kan die niet onder... kan niet onderdrukken hoe belangrijk dit is voor een sim. Hier zit die damper trouwens. Wat staat die in? Ja, dat is juist een damping. Gain is kracht, damping is. Geen idee. Ik doe er even niks aan. Ja, dit is ook mooi. Omdat ik een 923 heb, zit de True Force in. De True Force is dat... door het geluid van de sim dat ook teruggevoerd wordt in de game. Bij mij trilt mijn stuur dus op basis van mijn motortoeren. Dus als je dus zachtjes draait, dan trilt mijn stuur ook nagenoeg mee. Als ik harder rijd, hogere toeren, voel ik dat ook mee. Ook dat is weer immersion. Je krijgt zoveel door binnen op je stuur nu en ook zoveel correct door op je stuur dat rijden eigenlijk makkelijker wordt. Het is een heel uitdagende sim. Maar eigenlijk krijg je nu zoveel feedback door dat je... Dat je echt voelt als je enigszins verstand hebt van autorijden en hoe het voelt om te ondersturen of te oversturen of een hobbel te raken aan één kant. We hebben anders wel een stoepje geraakt of een oneffenheid in de weg geraakt of een putdeksel dat te hoog of te laag in de weg dicht. Al van dat soort dingen vertaalt zich nu, deed het al heel goed, nog beter terug naar de gevoelens in je stuur. En dat is zo belangrijk. Want dat betekent dat als je in een bepaalde bocht op een bepaalde circuit een hobbeltje hebt, dat je zegt, ik ga daar niet overheen. Denk even aan de top van Mount Panorama, waar je als je helemaal links zit een hobbel hebt. Waardoor je als je niet vroeg genoeg remt, dat je er overheen vliegt. Hetzelfde bij de laatste bend, die kink, voordat je Conrad Straight op gaat. Ook daar zit een hobbel waar je overheen kan vliegen. En die hobbel voel je.
En daardoor ga je niet per se bewust, ook door je onbewust, weet je dus, oké, ik moet een beetje naar rechts zitten. Ik moet iets eerder remmen. Het gevoel vertaalt zich terug en dat ga je terugkrijgen in je spiervermogen, in je spiergeheugen. Het is bizar. Het is echt bizar goed. Echt bizar goed. Multiplayers, het laatste stukje. Dan zijn we er helemaal doorheen. Revised car groups. Merging the Cup and ST groups into a single GTC group for matchmaking and silver filtering. Ik denk dat dat betekent dat je dus... Even kijken, als dan ga ik naar multiplayer. Ik kan hier nu serverlist. En dan kan ik kijken. Dus GTC cups. En dan krijg ik de Super Trofeo cups. En die is Porsche cups. Dus eigenlijk zitten alle cups zitten gewoon hierin. En of het nou, Porsche Cup is of Super Trofeo Cup, dat maakt even niet uit. Dus GTC is eigenlijk een nieuwe klasse in multiplayer qua selectie. Revised and merged grouping of statistics per racetrack. Note that tracks are only separated per season, where an older season might produce faster lap times due to higher attack grip. Such as the fresh asphalt and surface in 2018. Ja, dat kan. Weet ik niet hoe ik dat moet zien. That had a tendency to generate an unrealistic personal best lap times. Incorrect PB laps can be cleared manually. Ja, dat is dezelfde als die bovenin stond. Dit is eigenlijk weer de aliens onder ons. Ik denk dat de mensen nog steeds beter zijn dan ik, hè. Dat buiten kwestie. Maar ik denk ook dat er exploits waren waardoor iemand wel heel snel kon rijden. En dat zag je met name ook in online races. Waar je zag dat mensen heel snel konden kwalificeren, maar vervolgens in de race keihard terugvielen. Of ze konden dan dus niet consistent rijden, maar wel op één ronde heel snel. Of ze hadden een of andere exploit die hierin verborgen zat. En de subtoppers, die zag je dan vaak de race winnen. Omdat die veel meer die wat realistische manier van lap times hadden zitten. Dat is een goed ding, denk ik. Multiplayer track season are now deprecated and all track configuration point to the open series. The old season suffix to the server configuration remain there for legacy functionality, but do not create a difference in track BOP version. Dit heeft te maken met de server opzetten. Heb ik geen verstand van. Als ik een server zelf opzet, heb ik daar een UI tool voor. Die UI tool werkt nu niet. Heb ik al getest gisteren. Dus dat zal ook gewijzigd moeten worden. Maar dat heeft te maken met het opzetten van een server en... welke BOP gebruikt wordt bij welke race, bij welke serie. Je moet het gestaggerd als een soort matrix zien. Further revised final corner penalty thresholds with the widget formation type when the back of the field is likely to receive the green flight instead or coming out of the final turn. Kennelijk was er een probleem mee dat mensen een drive-through kregen en dergelijke, omdat ze niet in positie waren in een bocht, terwijl de race gestart werd als je achteraan startte. Geen ervaring mee, ik zou het niet weten. Fixed an issue that could erroneously produce 100 or 0 CC rating at Spa. Geen idee van. All server versions obsolete will not register on the backend. Nou, dat heb ik ook gezien. In die oude tool die ik... oude. Pre-versie 1.8 tool die ik gebruik om mijn server op te zetten. Die doet het dus gewoon niet. Die server wordt niet geregistreerd. Dit was de hele berg. En nou heb ik neergezet, ik ga nog even kijken naar 1.8. Of naar mijn seizoen. Maar eigenlijk heb ik hier al staan. Waar had ik dat staan? Kan ik zoeken hier. It is recommended to restart ongoing championships. Continuing with pre-1.8 save might not bring full functionality. Ik heb deze titel gemaakt. De 12 uur van Bathurst ga ik ervoor doen. Ik ga het risico niet nemen. Ik dacht eerst, gaan we kijken wat er gebeurt. Maar dat ga ik niet doen. Want dat betekent dus dat je allerlei gedoe, bugs op de hals kan halen. Die gewoon het plezier gaan drukken. En daar heb ik geen zin in. Dus ik ga mijn kampioenschap Intercontinental niet doorzetten. Ik ga misschien wel opnieuw beginnen. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Want ik kan ook het 2021 seizoen beginnen. Ik weet niet wat erin zit. Oh kijk, er komt een update binnen. Grappig. Er is dus al een hotfix. Dedicated server. En deze komt binnen. Zet binnen de wachtrij.
Maar dat kan natuurlijk niet. Games lopen. Exit. Dedicated server mag van mij al op. En deze mag erop. Er komt dus al een hotfix binnen. As we speak. Dit was mijn verhaal even nu. Dus dat. Nee, dit is vaag. Dan krijg ik gedoe. Zo. Dan even deze. Dit is mijn verhaal even nu. Dit was de hele doorloop van de changelog. Zoals ik al in het begin zei, ik vind het bizar veel. Ik vind het echt bizar veel. Want elk ander softwarehuis wat ik ken, brengt dit gewoon uit als betaalde DLC. En dit is een deels is gewoon fixes. Het nog beter maken van de game. / sim. Versus gewoon nieuwe content. Nieuwe liveries, nieuwe drivers. Het 2021 seizoen. En de BOP die erbij hoort. En dat is gewoon eigenlijk added features. Om het zo te noemen. Genoeg softwarehuizen die gewoon zeggen. Je krijgt hier een patch voor de hoe de game werkt. En je kan betalen voor 2021. Nou, dat is dus niet het geval. Ik ben hier heel blij mee. Ik vind het een top patch. Het betekent ook dat er weer een hele nieuwe learning curve aan komt. Het betekent ook dat ik mijn Intercontinental kampioenschap, ik zit nu 3 uur in de 12 uur van Bathurst, dat ik die af ga breken. En dat ik binnenkort eens ga streamen wat ik dan wel ga doen. Want dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik ga eens kijken naar 2021. Ik ga eens kijken naar wat quick races. Ik ga eens kijken naar wat online multiplayer races. Gewoon weer even de feel krijgen van wat nou, hoe nou. Ook weer verschillende auto's. Ik heb een aantal gekochte setup tracks. Simpelweg omdat ik zelf heel slecht ben in setups maken, heb ik mezelf bewezen. Ik denk dat de gekochte setup packs die ik heb, dat die ook gaan wijzigen. Dat daar dus een 2021 BOP wijziging op komt. En dat gaan we allemaal meemaken. Erg gaaf. Erg benieuwd. En erg tof. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende. Kijk eens wat we gaan doen. Hartstikke leuk. Dankjewel. En tot ziens. Mooie dag.